Goedemorgen allemaal, het is in ieder geval ochtend hier bij mij op dit moment. Hier is een filmpje van Barbara van der Boom. Ik ben onafhankelijk stamping up demonstratrice en ik zit in Lexmond met een eigen atelier dat heet Paper Tree. Vandaag ga ik iets nieuws doen, want de nieuwe wintergids is uit. Ik zit ondertussen heel druk om me heen te kijken of dat ik die ergens heb liggen. Dat is deze. Ik kan helaas de bladzijden nog niet open doen. Dat mag pas vanaf 4 augustus. Dat is gewoon beleid. Maar ik mag je wel de voorkant laten zien. En alle leuke dingen. En ik mag laten zien wat ik er onder andere van besteld heb. Dan heb ik van de week al een filmpje getoond met uitpakken van mijn bestelling. En ik ga vandaag gelijk deze even gebruiken. Want daar was ik heel benieuwd naar. Vorig jaar hadden we natuurlijk de Tiny Keepsake doosjes in de wintergids staan. Dat was een groot succes. En ik denk dat dit ook een groot succes wordt. Ik ga kijken of dat ik hem zo eruit krijg. Bij deze dies hoort deze stempelset. Met deze andere dies erbij. Ik denk dat ze heel leuk zijn. En eigenlijk voor meerdere dingen te gebruiken dan alleen maar voor het najaar. Het vlaggetje is natuurlijk gewoon voor een verjaardag. Birthday wishes to from kan voor elk moment. A little treat for someone sweet kan voor altijd. De snoepjes kan natuurlijk altijd. De trouwringen kunnen altijd. Het cadeautje kan. En thank you for coming is natuurlijk erg leuk als bedankje voor een bruiloft. Ik ga hem nu eerst. Deze week is natuurlijk de week van Playing with Patterns. En dit is het papier van Playing with Patterns. Ik ga voor deze kant. Dus ik ga hem nu voor het eerst doorheen draaien. Ik ben heel benieuwd hoe dat eruit gaat zien. Hoe die wordt, wat het is. Ik heb het idee dat je er geen lijm bij nodig hebt, als ik zo kijk. En ik moet natuurlijk ook even checken of dat hij inderdaad wel echt op een 6x6 past. Maar ik gok van wel. Even kijken of ik hem er zo doorheen krijg. En volgens mij kan dat gewoon op meerdere manieren er doorheen. Dat is dan helemaal leuk. Nou, even een keertje terug. Mijn machine is niet zo heel erg sterk, zeg maar. Even kijken. En ik heb lijm overal zitten. Zo, gaan we eens even kijken. Dan komt hij er zo uit dus. Dit is je afval. Dat valt op zich mee. Vind je niet? Ik vind het meevallen. Dan gaan we deze vouwen. Deze vouwen we dubbel. Die ook. Deze kan dubbel. Deze kan dubbel. Deze. En dan zag ik dat hij zo er overheen kon. En dan deze erin. Denk ik. Maar dan blijft hij niet zitten nog. Misschien zo wel. Ik vind hem erin leuker. Zo, zo. Ja, wat past er dan in? Ik zag al ergens op een site voorbij komen of dat er een koetjesreepje in paste. Dan heb ik die, dus dat ga ik even proberen. Ik denk dat er wel meer dan één koetjesreepje in passen. Zo. Zo. Lintje er doorheen en je bent klaar. Erg leuk. Even kijken waar ik mijn koetjesreep heb. Kijk, ze passen er zelfs inderdaad gewoon twee in. Nou, zijn ze eigenlijk iets te lang voor. Als je een dubbel vouwt die bovenkant, dan lukt het net. En net iets te lang daarvoor eigenlijk. Kijken wat ik nog meer heb wat erin zou kunnen. Die zijn te groot, denk ik. Ik heb nog zo'n klein zakje M&M's. Maar ik ben bang dat die echt... Klip die open. Zo, zo, zo. Nee, is te groot. Nou, het kan wel. Maar nee, is eigenlijk te groot. Het is geen gezicht. Zou er een vaccinelichtje in passen?
kan ook nog leuk zijn. Even pakken. Ja, dat past wel. Kijk, dat is ook grappig. Gewoon een vaccinelichtje erin. Die past wel. Lintje eromheen, touwtje eromheen en klaar. En dan kun je er ook nog hele leuke labeltjes aan hangen. Deze is een labeltje. Dit is het cadeautje. Dit is de kerstmuts. Dit is de ring. Ook grappig. En dit is een soort ticket, denk ik. Daar zal wel tekst op kunnen ook. Dan kan hij gewoon hier voorop. Erg leuk. Ga ik even kijken of ik hem nog op een andere manier kan draaien. Dus het afval valt mee. Je hebt er wel, nou hier kan je wel weer wat leuks mee doen met die driehoekjes. Toch? Ik zie allemaal driehoekjes voorbij komen. Zo'n driehoekje kan je daar wel weer wat mee. Deze ook. Ja, ook leuk. Waar had ik nou mijn papier neergelegd? Ik had hem. Ik had het papier net gepakt. Oh, hier. Zie je zo. Wat als we hem nou eens zo neerleggen? Even kijken, zo. Kijken, waar zit die? Die zit al hier aan de bovenkant. Dus die moet zo. Kijken wat er gebeurt als we hem zo neerleggen. Kijk of dat iets ook doet als je hem zo recht neerlegt. Want heel vaak doen ze het niet. Even kijken, zo. Wordt hij aan de voorkant iets korter. Maar dat kan dan ook wel weer grappig zijn. Ik ga er echt vanuit dat hij het gewoon gedaan heeft. Ja hoor. Uit hoe je dit nou gewoon makkelijk vastklikt, zo. Kijk. Dan kan hij zo. Maar dan zou ik hem wel van binnen vastmaken, inderdaad ook. Zo. Dan maak je er een soort pakje van. Lintje erom. Of een strookje papier. Kijk, zo. En dan ben je al een heel eind. Toch? Deze kan eventueel dan omgevouwen. Nou, ik ben in ieder geval erg tevreden. Ik vind dit een hele leuke die. Deze. De Little Treat Box Dies. Is net als de mini keepsaker van vorig jaar. Ik denk dat het een groot succes wordt. Ik vind hem in ieder geval enorm leuk. En ik denk dat we hem nog meerdere keren voorbij zien komen. Dat het een populair iets is bij binnen Stamping Up. Vanaf 4 augustus te bestellen. En bestel je hem samen met een stempel, met de stempels, is die, heb je 50% korting. Ik ga dit nog even verder inpakken. Even kijken wat ik dan nog heb. Ik heb terracotta lint. Dat is niet hetzelfde ongeveer. Maar deze ga ik er even zo omheen doen.
Zo. Knoopje erin, in dit geval. En dan zit die vast. Iets omhoog. Zo. Deze even bijknippen. Zo. Kaarsje erin. En dan moet hier ook nog een lintje door. Moet natuurlijk niks, hè. Maar dat vind ik dan wel zo leuk. Soms. Zo. En dan kan hier weer een stukje tekst aan. Even kijken hoor. Thank you for coming is misschien wel leuk. Gewoon een stukje wit. Zwart-wit pakken. Even kijken of dat het hier uitpast. Ja, ga ik dit nog even draaien. En binnen no time heb ik een enorme chaos op mijn bureau. Zo, deze eruit, deze erdoor. Die kan hierop weer. En hier. Zo. Oh, dit was een stukje scrap met iets op de achterkant, maar dat maakt niet uit. Even een blokje pakken. Dan gaan we inderdaad voor Calypso Coral. En dan heb ik hier, dit is niet de huidige collectie, maar ja, weggooien is ook zoiets. Maar wel enorm mooi kleurrand hierbij. Dus ik ga deze zo er doorheen rotten. Ik had ook wit kunnen pakken, bedenk ik maar. Is misschien ook mooi geweest. Dan gaat deze hier doorheen. Kom. Kom. En dan doen we deze hier weer omheen. Even kijken. Dan gaan we eerst hier maar een beginnersknoopje in maken. Anders gaat me dat niet lukken. Beetje een geëtter anders. Zo. Deze hier zit ik nog in beeld. Dat is ook nog wel een dingetje. Zo. En we hier gewoon nog even een knoopje maken en een strikje. Dan heb je zo een leuk bedankje. Ik hoop dat jullie dit ook een leuk project vinden. Ik ben heel benieuwd wat iedereen ermee gaat maken. Dat zullen we de komende weken wel op Facebook aardig wat keren voorbij zien komen. Ik wens jullie een fijne dag verder. En tot de volgende keer.